En net zoals bij deze auto, waar alle energie in de benzinetank in één keer vrijkomt, zo zou jij er ook niet veel aan hebben als alle energie in je voedsel ook in één keer vrij zou komen. Dat gaat gelukkig wat anders. En net zoals bij deze auto, waar alle energie in de benzinetank in één keer vrijkomt, zo zou jij er ook niet veel aan hebben als alle energie in je voedsel ook in één keer vrij zou komen. Dat gaat gelukkig wat anders. Welkom bij de 26.2 Biocast. Spieren en energie heet die. Als je in Binas kijkt op 68a, dan zie je het overzicht van de dissimulatie van glucose. En daarin kun je drie gedeeltes herkennen. Ik heb ze op een andere manier voor jullie weergegeven. Het begint buiten het mitochondrion met de glycolyse. Bij de glycolyse komt ATP vrij. Maar nog wel meer, want er komen ook energierijke elektronen vrij. In de vorm van NADH. Na de glycolyse gaat het geheel het mitochondrion in en daar vindt de citroenzuurcyclus plaats. Die citroenzuurcyclus levert ook weer ATP, maar ook weer energierijke elektronen. In de vorm van NADH weer, maar ook in de vorm van FADH2. En die elektronen die komen terecht bij de oxidatieve fosforylering, de elektronentransportketen, zoals je die ook bij fotosynthese bent tegengekomen. En dat levert ATP. En aan de dikte van de pijl te zien is dat de grootste hap die vrijkomt. Dus, nog even resumerend, glycolyse, citroenzuurcyclus en oxidatieve fosforylering. We gaan kijken naar de glycolyse en nu wat nauwkeuriger. Je hebt glucose en daar moet je eerst wat in stoppen. Daar moeten 2 ATP's in. Dan komen er 4 ATP's vrij. En er komt ook nog NADH vrij. 2 NADH's plus 2 H plus ionen. En dan ontstaat er 2 pyruvaatmoleculen en 2 watermoleculen. De netto-winst is dus 2 ATP en 2 NADH. Dit is de investeringsfase en dit is de payoff-fase. Hier gaat die energie leveren. Hier een glucosemolecuul. En wanneer die hexokinase tegenkomt, een enzym, zorgt dat ervoor, als er ook een ATP geïnvesteerd wordt, dat glucose-6-fosfaat ontstaat. En je zal steeds zien dat zo'n molecuul een enzym tegenkomt. Dat zorgt ervoor dat zo'n verandering van het molecuul snel kan gebeuren. Dat molecuul laat weer los. Het enzym gaat weer op zoek naar een nieuw molecuul. En zo kan die glycolyse vrij snel verlopen. Een ander enzym, fosfohexoisomerase, die zorgt ervoor dat fructose-6-fosfaat ontstaat en fosfofructokinase en een ATP'tje die zorgt ervoor dat er een molecuul ontstaat, fructose-1,6-difosfaat, en je ziet dat daar 2 van die fosfaatgroepen aan zitten. Aldolase zorgt ervoor dat die moleculen gesplitst worden. Vanaf nu heb je 2 moleculen van niet 6 C-atomen, zoals aan de linkerkant, maar 3 C-atomen. En probeer het lot van die C-atomen een beetje te volgen. Waar je rekening mee moet houden dat alles wat je vanaf nu ziet gebeuren, dubbel gebeurt. Dus elke ATP die vrijkomt, dat zijn er 2. Elke NADH natuurlijk ook. Het volgende enzym, en er ontstaat NADH plus een H plus ion. En glycerinezuur 1-difosfaat, 1,3-difosfaat ontstaat. Het volgende enzym. En er komt een fosfaat vrij. Glycerinezuur 3-fosfaat. Het volgende enzym. En glycerinezuur 2-fosfaat ontstaat. Het fosfaatgroepje is dus naar een andere plaats verhuisd. Enolase. En enolpyrodruivenzuurfosfaat ontstaat. Pyruvaatkinase zorgt ervoor dat er weer een ATP vrijkomt en dat er een molecuul pyrodruivenzuur ontstaat.
Dit is de glycolyse. We gaan kijken naar de citroenzuurcyclus. En de citroenzuurcyclus vindt plaats binnen het mitochondrion. Dus er moet eerst wat energie gebruikt worden om dat molecuul naar binnen te krijgen. Daarbij, dan komt er binnen dat mitochondrium komt CO2 vrij en er wordt nog een keer NADH geproduceerd. En er ontstaat een molecuul, acetyl-CoA. Er wordt een coenzym A aangekoppeld. De bolletjes die je hier ziet, dat zijn C-atomen. Een molecuul met 3 C-atomen, pyrodruivenzuur dus, die gaat naar binnen in het mitochondrium. Je ziet 1 C-atoompje afgesplitst worden. Een NADH komt er vrij. Een coenzym A wordt er aangekoppeld en er ontstaat dus een acetyl-coenzym A. En die gaat zo'n cirkel in, zo'n cirkel als je ook zag bij de Calvin-cyclus van de fotosynthese. Je ziet dus weer nieuwe moleculen geregenereerd worden. Het coenzym A wordt losgekoppeld en er ontstaat in die citroenzuurcyclus 2 CO2'tjes. Dus dat betekent dat in één keer van één ronde van die citroenzuurcyclus de overgebleven 2 C-atomen vrijkomen. En CO2 heeft heel weinig energie, dus de meeste energie is dan vrijgekomen in die citroenzuurcyclus. In de vorm van 3 NADH's en hun H-plus-ionen, er ontstaat 1 ATP'tje en er ontstaat nog een ander molecuul die er wel op lijkt, FADH. 2. Hier zie je de pyrodruivenzuur. Die gaat daarheen en daarbij komt de CO2 vrij. Nou, de NADH had je net gezien en er ontstaat acetyl-coenzym A. Wat er dan gebeurt is, wat je linksboven ziet, dat het coenzym A geregenereerd wordt. Dus die kan straks weer koppelen aan een pyrodruivenzuur en er ontstaat een molecuul citroenzuur. Er wordt een H2O'tje afgesplitst en cis-aconietzuur ontstaat. Dan is er weer een watermolecuul nodig en er ontstaat isocitroenzuur. Het isocitroenzuur komt ook weer een enzym tegen en een NADH wordt afgesplitst en CO2 komt vrij en er ontstaat 2-oxoglutaatzuur. Een coenzym A wordt aangekoppeld, een CO2 komt er vrij, daarmee ook een NADH komt er vrij met een H-plus-ion. Dus we hebben weer wat elektronen in een hogere energiewaarde. En er ontstaat barnsteenzuur coenzym A. Je ziet coenzym A daar rechtsonder zitten. Een H2O'tje wordt er aangekoppeld. En nu gebeurt er wat ingewikkelds. Een GDP wordt samen met een inorganische fosfaat omgezet in een GTP-molecuul, een guanine trifosfaat. Dus ook een base, maar een andere dan de ATP. En om er toch ATP van te maken, komt een ADP langs en die krijgt de fosfaatgroep van de GTP en er is een ATP gemaakt. Dan moeten we de coenzym A nog kwijt. Die wordt afgesplitst en wat er overblijft is een barnsteenzuurmolecuul. Die geeft een FADH2 af en er ontstaat fumarzuur. Een watermolecuul erbij en er ontstaat appelzuur. Met de volgende omzetting komt er NADH vrij nog een keer en er ontstaat oxaalazijnzuur. Dit oxaalazijnzuur, daar komt nog een watermolecuul bij en dan kan die weer binden met het acetyl-coenzym A, waarbij het coenzym A wordt afgesplitst. Dit is wat er gebeurt. En je kan ze tellen hier. De NADH'tjes die vrijkomen, de ATP en de FADH2's. Dan wordt het tijd om het lot van die FADH2's en die NADH's te volgen in de oxidatieve fosforylering, oftewel de elektronentransportketen.
Daar zit hij. En die gaan we volgen. Hier zie je het binnenste membraan. Bovenin zie je de intermembraanruimte. En onderin is het lumen van het mitochondrium. Een FADH komt daaraan. En die wordt omgezet in NAD+ en 2 elektronen in een hoge energiewaarde. Dus die komen terecht bij elektronencomplex 1 en dat zorgt ervoor dat er een H+-ion naar buiten gepompt wordt, of tenminste in de intermembraanruimte. Hij komt langs dat ubiquinon en hij komt terecht bij het eiwitcomplex 2. Daar gebeurt weer hetzelfde. Er wordt een H+-ion naar buiten gepompt. Dus er ontstaat een aardige concentratiegradiënt. Hij komt langs het cytochroomcomplex. Dan langs het eiwitcomplex 3. En daar gebeurt weer hetzelfde wat je net al zag. Dan komt dat eiwit weer terug in het lumen. Dan komt het elektron weer terug in het lumen. En met 2 H+-ionen en een half O2'tje wordt daar een water van gemaakt. Dan hebben we nog dat concentratiegradiënt. En dat kan natuurlijk net zoals bij fotosynthese weer gebruikt worden. Het H+-ion komt door zo'n ATP-pomp. En doordat hij naar binnen gaat, zorgt hij ervoor dat een ADP en een inorganische fosfaat gekoppeld wordt. En dan ontstaat een ATP. En daar kan werk mee gebeuren. We hadden ook nog een FADH2. Die komt pas terecht bij het ubiquinoncomplex. En die wordt omgezet in FHD. Daar ontstaan ook elektronen bij. Maar je ziet dat die elektronen die hier ontstaan nog maar langs 2 eiwitcomplexen komen. Eiwitcomplex 2 en eiwitcomplex 3. En dat zorgt ervoor dat NADH 3 ATP levert. En FADH2 MA2 levert. We kijken verder naar een beweging. Wanneer je bijvoorbeeld gaat sprinten en je zou 2 minuten lopen. En we kijken waar je de meeste energie vandaan haalt. Het eerste gedeelte komt de meeste energie van ATP. Dan is er ook nog creatinefosfaat. En creatinefosfaat, dat is de blauwe lijn. Die kan zijn fosfaatgroep overdragen aan een ADP. Daarmee ontstaat weer een ATP en gewone creatine natuurlijk. Het eerste gedeelte dat je loopt, krijg je daar de meeste energie van. Je ziet al heel snel, binnen een halve minuut, dat creatinefosfaat op is. En er gaan aerobe en anaerobe verbranding ontstaan. Het eerste gedeelte vanaf een halve minuut tot een minuut, dit gedeelte, dan is de anaerobe verbranding, die zorgt voor de meeste energie. Je hebt nog niet de tijd gehad om voldoende zuurstof vanuit je longen bij die spieren te krijgen. Dus je meeste energie krijg je uit anaerobe verbranding. Maar al heel snel komt ook de aerobe verbranding op stoom. En dan loopt de anaerobe verbranding terug en krijg je de meeste energie uit aerobe verbranding. Dit was wat ik je wilde vertellen over 26.2 spieren en energie. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.